Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianland Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 42 hier alweer voor de Nederlandse Grote Prijs. De auto gaan wij niet aanpassen, de kleuren zijn gewoon zoals ze normaal zijn. Waarom? Er zit rood, wit, blauw in de kleuren van de Nederlandse vlag. Dat hadden u echt niet verwacht. Wel gaan we een aantal componenten vervangen, daarvoor hebben wij geen gridstaffen nodig, want die zitten nog binnen de pool. Maar heb je die vorige video gemist? In België zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en jij die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video, dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. En volg me even op de sociale media. @GianlandSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ga lekker met abonnees. Ga dan richting die 160 abonnees. Het zou vet zijn als we dat zouden kunnen aantikken. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. Ik kijk even naar de rijdersmarkt voor volgend seizoen. Want de Richard Verschoor zit nog tot het einde van dit seizoen aan het team. Aan boord bij ons. En misschien in seizoen 4 een andere rijder. Maar eerst op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 42. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Geen regen voorspeld, dat is goed om te zien. En we moeten gewoon hopen dat we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Dan hier vol gas richting startfinish, DRS geopend. En dan gaan wij onze eerste run in hier in het eerste kwalificatiedeel in Nederland op Zandvoort. En dan komen we aan bij het einde van mijn run. Ik wil graag proberen om het hierbij te laten, om zoveel mogelijk banden uit te sparen. En wij laten een 1.12.4 noteren, de derde tijd voorlopig. Maar dan zitten we alweer aan het einde van de Q1. Waarom? Ik dacht, ik ga wel door. Nee, ik ga niet door. Of nee, toch niet? P17 is het helaas. En missen hem op 12.000, sorry, op 2.000 zelfs van Kevin Magnussen. 2.000 komen wij tekort. Jammer, maar helaas is het op naar de race voor aflevering nummer 42. Daar gaan we dan. For years, the passionate Dutch fans have been easy to find trackside in races across Europe. Here, this weekend, it's even easier to find the Dutch fans as they have a race to call their own once again. A warm welcome to all of our viewers in the Netherlands and around the globe, of course, as we get underway for the Dutch Grand Prix. A lap of this short 2.6 mile Zandvoort circuit then features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with a 678 meter main straight into turn 1, aka Tarzan Corner, which with DRS open will be the best overtaking opportunity on the track. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Verstappen, Lando Norris, and Hamilton. Perez, Gasly, Fernando Alonso, and Esteban Ocon. Latifi, Albon, Kevin Magnussen, and Teo Pourchaire. Joe, the Professor, Lance Stroll and Mick Schumacher, Schwartzman, Richard Verschoor, Tsunoda and Daniel Tictum. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. I know this is your home Grand Prix, but treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks. Neem niet onnodig risico in deze race, ondanks je thuiswedstrijd, zegt Mark Brisley. Soft hard is de strategie, een eenstopper.
en gaan vanaf een P16 proberen om misschien naar de punten toe te rijden. Maar eerst de formation lap, zoals altijd, de banden en de remmen opwarmen. Nou, dat begint al bijna verkeerd, maar goed, de auto weten we mooi uit de muur te houden. En ik ben van plan om op een agressieve manier, dus op de softbanden, een weg naar voren zien te banen. Je zou denken, waarom start je niet op de mediumband? Nou, ik heb het gevoel dat de auto hier heel goed tot zijn best kan. In ieder geval goed in de gridslot terechtgekomen op P16. Daar gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 42 van F1 22. My Team Karemo, de lampen gaan aan voor de grootrijd van Nederland. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen niet zo goed weg. We hebben flink wat wielspin al te pakken. Ik bespreek me al gelijk. Het gaat hier helemaal goed namelijk. Aan de binnenkant zitten wij van Joe. Die laat gelukkig ruimte over. En het is weer P15. Een plekje goed gemaakt bij de start. Zometeen aan de buitenkant proberen te kijken van Kevin Magnussen. Jazeker, dat lukt. Ook Theo Poortje is gezien. Ook Alexander Albon. Nee, net niet. Hier een betere exit hebben dan de Britse Thai lukt helaas net niet. Maar het is P13. Drie plekken gewonnen bij de openingsfase van de race. Goed gedaan. En hier is het krap en smal. Hier kan niet zo makkelijk worden ingehaald. Hier ook niet. Nee, hier helaas ook niet. Dan zometeen naar de buitenkant kijken. Van Albon, lukt dat? Meer snelheid meenemen. Lukt ook, jazeker. Albon te grazen genomen. Goed gedaan. En daar al Ocon. Nee, lukt net niet. Aan de buitenkant kijken. Lukt ook niet. Dan zometeen bij de kombocht proberen aan de binnenkant te zetten. Of zometeen bij de eerste bocht in ronde nummer 2. Charles Leclerc noteert de snelste raceronde. En wij noteren een 1.23.9. Als we daar aan de binnenkant zitten van Ocon, niet te lang achter de Fransman zitten vanwege tijdsverlies. En dat is P11 in ronde nummer 2. Einde ronde nummer 2 zitten wij. Als we daar Nicolas Latifi hebben voor P10. Het gaat om een punt hier in de grote prijs. Kijken aan de buitenkant. Lukt dat? Latifi laat hem staan. Wij nemen meer snelheid mee in de eerste bocht. En dat is P10. Gaan we gelijk heel goed verdedigen. Want ik wil niet dat hij er langs kan en mag. En dat is dus de tiende plek. De volgende heet dan Pierre Gasly. En we zitten in ronde nummer 3 van de race. Voorlopig een prima wedstrijd. Gele vlag in sector 2. Omdat daar een Alfa Romeo stilstaat. Paas in sector 3. En daar vallen we Gasly aan de binnenkant. Heel laat geremd. Iets te laat. En Gasly pakt hem mooi weer terug. En gaat hier heel hard verdedigen. We kunnen er niet langs. Tikken de Fransman per ongeluk aan. En Gasly doet dit heel slim. Houdt de auto mooi breed op een smal stuk. Volgens mij is Robert Schwartzman uitgevallen. Onder nummer 6 zitten wij. Als we het daar nogmaals proberen bij Gasly. Dit keer lukt het wel. En dat is P9. Twee punten erbij. Nu op naar Sergio Perez. Maar de jongens voor mij rijden allemaal op de mediumband. Dus wij moeten sowieso eerder naar binnen dan de rest van het veld die voor ons rijdt. Maar voorlopig zijn we snel. In ronde nummer 10 zitten wij als ik naar binnen ga voor mijn laatste pitstop van de dag. We gaan naar de harde band. En gaan proberen een undercut te plegen op Gasly en Latifi. Om ervoor te zorgen dat zij, als zij een pitstop maken, dat wij hen hebben gepasseerd. Een langzame pitstop. 2,5 seconden duurt het helaas. Op de harde band. En we zitten in ronde nummer 11. Nog 25 rondes te gaan in de race. Dat zeg ik goed. Ronde nummer 13 zitten wij. Als wij daar Alexander Albon hebben uit de pitstraat, heeft ons geovercut. Maar wij hebben hier in één keer meer grip dan de Britse Thai. Zometeen aan de buitenkant kijken. Jazeker, dat is gelukt. P15. Dus Albon verschalkt
tijdens de pitstopfase. En nu op naar Max Verstappen, die al een pitstop heeft gemaakt en voor ons is gekomen. Het gat is 12,0 seconden. Daar hebben we dan Esteban Ocon. Gaat voor P11 hier aan de buitenkant meer snelheid meenemen. Overtekenop aanzetten en dat is dus P11. Goed gedaan. Op naar Nicolas Latifi, maar het gat is nogal groot en we zitten over de helft van de race. Nog 17 rondes te gaan in de grote prijs. Voorlopig buiten de punten, maar het is geen probleem. Charles Leclerc leidt nog steeds de wedstrijd. Carlos Sainz op P2. Volgens mij rijdt Lando Norris op podium. Hoes. Daarachter rijden de beide Mercedes'en. Daarachter is het volgens mij Verstappen. En dan hebben wij Alonso daarachter. Maar hier focust even het gevecht. Heel veel rondes later in ronde nummer 33 pakken wij Latifi in de kombocht. Waarom zoveel rondes later? Omdat er niet zoveel is gebeurd in de grote prijs. Nog twee rondes eraan en Latifi kan terugkomen. Maar wij verdedigen mooi die binnenkant. Hij kan er niet langs. En nu op naar Pierre Gasly voor P9. Gaat om twee punten. Twee belangrijke punten. Einde ronde nummer 34. Begin ronde nummer 35. Hebben overtakeknop. En DRS. En daar zitten we dan bij Gasly. Dit keer heel goed ingeremd. Gasly verschalkt. En het is P9, twee punten erbij. Alonso kunnen we niet meer gaan passeren volgens mij. Dat gat is te groot geworden en nu alleen maar verdedigen van die twee rijders achter mij. De banden zijn er wel aan. De onderdelen van de motor beginnen ook al kuren te krijgen. 7,8 seconden is het gat naar Alonso. En Charles Leclerc wint de grote prijs van Nederland. Wij gaan hier van P16 naar P9 pakken twee belangrijke punten voor het team. Goed gedaan. Jazeker is het op naar de volgende wedstrijd en race. And that's the end of the race. See you in Park Fermé. What a great race then, and a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Nathalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions, and perfecting the team strategies. They got all those things right today, and the results speak for themselves. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Hier benoemde ze uiterlijk van de grote prijs. Charles Leclerc wint de race. Verstappen voor het thuispubliek op het podium. Norris naar P3 en wij finishen als P9. En wij krijgen Drive of the Day. Jazeker, goed gedaan. P6 in het coureursklassement. En P5 in het constructeursklassement. Jazeker, goed gedaan. Mogen tevreden zijn met dit seizoen. Super resultaat voor mijzelf en het team. Rivaliteit breakdown, plus 2 voor mij, plus 4 voor Norris. Russell gaat dit denk ik gewoon winnen. 13 tegenover 22. Het team acclaim. Het team dus level 22, wij dus level 17, score level 13. Dus ja, dat moet beter, dat moet gewoon beter. Helaas hebben wij van één sponsor geen inkomen gehaald, moesten 5 WK punten scoren en haalden er maar 2. Ik en Verschoor hebben in totaal 15k misgelopen. In totaal $4,55 miljoen op de bank.
Dus een mooi getal. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me of je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Carrera content. Elke zaterdag en zondag een video om 1 uur. Dus vergeet zeker niet dat belletje aan te zetten, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Nogmaals, dankjewel voor de 157 abonnees. Laten we eens naar die 160 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Daar doe je me een groot plezier mee. En volg me even op de sociale media. @GiananSchade op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Daar verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.